Vanaf 1 juli 2002 wordt de Nederlandse gulden definitief vervangen door de euromunt. Op de problemen die deze operatie zal opleveren, wordt nu al ingespeeld door de financiële wereld. Ik vergelijk het wel eens met iemand die zegeltjes spaart van een bepaald benzinemerk. Die wil die gaan inwisselen en dan blijkt de actiedatum verstreken. Nou, hetzelfde gaat gebeuren na 1 juli 2002. Wanneer de kleine man, laten we maar eerlijk zijn, zijn pot met zwarte guldentjes wil gaan inleveren. Vroeger, die gouden zilveren munten, daar kon je kettingen van maken of armbanden. Maar wat moet je met de huidige gulden? Nou, daarom bieden wij van Filan Finanza, bieden die mensen de gelegenheid om dan heel geleidelijk, etappe voor etappe, nog voor die vervaldatum in 2002 schoon schip te maken. Ja, ik had ook zo'n potje. Of weer een doosje, of het kan helemaal precies moet zijn, een blikje. En daar, voor de aardigheid, zat daar 32 gulden in. Niet een enorm bedrag, maar wel zwart geld, was het niet in de boeken. Toen las ik die advertentie van Filan Finanza over de risico's en dat het ook op een goede dag niks meer waard kan zijn. Toen dacht ik, ja, dat moet ik toch witwassen. Goedemiddag. Daar was hij weer. Meneer Varel. Meneer Varel, wat kan ik voor u doen, meneer Varel? Ik heb gisteren hier, dat weet u nog wel, hoop ik, die 32 gulden wit gewisseld. Daar heeft u me 64 kwartjes voor gegeven. Ben ik heel erg blij mee, maar het weegt me nog te zwaar. Als er mij iets overkomt, de kinderen zitten ermee. Ze gaan inspecteren, ze gaan optellen. Straks is die datum er, waarna het niet meer geldig is. Dus is eigenlijk mijn vraag, kan ik die kwartjes niet voor iets nog veiligers inwisselen? Ja, meneer Varel, we weten natuurlijk nog helemaal niet hoe de koers gaat worden, hè? Daarvoor moeten we eerst alle guldens en kwartjes uit de markt nemen. Wacht eens even. Als ik nou om te beginnen is voor uw kwartjes een dubbeltje betaal. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan kunnen we daar medio 98 stuivers van maken. Mits de stuiver dan nog wel bestaat, hè? Ja, maar als die nog bestaat, en u zegt het zelf, een stuiver blijft een stuiver. En ik wou eigenlijk helemaal geen risico nemen. Ik vind het zo. Meneer Varel, dan is in uw geval de cent het veiligste. De cent bestaat toch niet meer? Die is officieel dus niks meer waard. En dat betekent dat de Belastingdienst het helemaal niet erg zal vinden dat u zwart geld hebt bezeten. En b, dat u het niet erg zal vinden als u na de vervaldatum 1 juli 2002 vergeten bent uw zwarte guldens in te wisselen. Begrijp u wel? Cent zou in mijn geval dus ideaal zijn. Meneer Varel, ik weet het goed gemaakt. U bent een vaste klant. U geeft mij al uw kwartjes en ik betaal u met 1 cent. Nee, dat kan ik niet aannemen. Nee, dat u heeft ook uw lasten met de introductie van de chipknip en zo. En meneer Varel, ik zou vlug zijn, want anders bedenk ik me. Ha! De opluchting. Ik voel me kilo's lichter. Echt waar. Ja. Ja, als er mensen zijn die zeggen dat het misschien niet helemaal in de haak is wat wij van Filan Finanza doen, dan zeg ik altijd dat het in principe niet verschilt van wat de grote officiële banken doen. Nee.